Nou, er zijn twee antwoorden op. Kijk, uiteindelijk is alles mind. Dus ik, nu ga ik met jou... Mind, ja, wat is mind dan? Ik ga met jou nu even mee. Ja. Oh, ik heb nu een charmante camera-assistent. Dus ik ga even met je mee, hè. Alles is mind. Dus dat klopt. Maar pas op daarmee. Maar ik zie dat niet zo, dat alles mind is. Dat is mijn vraag. Wat is mind? Dat is nog een leuk speelgoedje voor jou. Om gewoon, als je leuk vindt, hè, dat hoeft niet, maar sommige types hebben een filosofische inslag. Ja. En het is gewoon leuk om voor de lol, wat ik Lex probeer aan te kondigen, filosofeer gewoon. Ja, dat doe ik ook. Alles is mind en dat is de weg van ja. En dat is ook waar. Maar alle mind is ook allemaal geheugen. Alles mind komt voort vanuit wat je hebt meegemaakt. Dus daarin heb je ook bepaalde ideologie of manier van denken. Mm-hmm. Dat is voortgekomen uit jouw ervaringen. Mm-hmm. Als jij in het nu bent, dan zijn er ook geen mind. Het nu? Het nu. Wat is dat? Als jij echt puur nu aanwezig bent, ben je ooit niet aanwezig geweest in het nu? Nou ja, we leven allemaal vanuit de mind. En dat is vanuit het verleden. Je moet je best doen, hè? Nee, ik heb helemaal niks te verkopen. Dus, maar mijn uitnodiging is van, het is allemaal een beetje een soort van mentale structuur dit. Alles wat je opnoemt is een mentale structuur. En dat op zichzelf is onschuldig. Ja, maar er is geen mentaal. Als je in het nu bent, heb je geen... Nee, net beschrijf je dat alles wel mentaal is. Dus, dat vroeg ik. Via ja of nee, hè? Nee, maar dat vroeg ik. Ik denk juist niet dat het mentaal is. Omdat alle mentale dingen vanuit de ervaringen en verleden komt. Hmm. Dat, zo zie ik dat. En als je in het nu bent, kan je ook niet nadenken. Dat is allemaal een heleboel conclusie. En dat is een enorm mentale kathedraal die je me daar neerzet. Maar mijn uitnodiging aan jou is, van hou dat allemaal gewoon. Mm-hmm. Dus verander niets. Ja, hou je overtuiging. Dit is geen overtuiging. Nou, dat was echt een hele dikke conclusie die je daar zei. Omdat ik dat ervaar, als ik nu ben, kan ik niet nadenken. Als ik in het pure nu, in het zijn ben, kan ik niet nadenken. Maar dat is een totale aanname. Er gebeuren gedachten, daar heb je geen enkele controle over. En als je niet nadenkt, zit je met je gedachten te onderdrukken. En dat is echt heel ego. De ruim naar poep. Dat is de jongen.